Tijdens een wandeling door de Nederlandse natuur of door de Ardennen kan het opeens zomaar zijn dat je lastig wordt gevallen door een daas. Dazen zijn steekvliegen, ze worden ook wel horsels genoemd. De meest voorkomende dazen die we in Nederland hebben zijn onder andere de gewone regendaas en de goudoogdaas. Beide soorten zijn best wel agressief en kunnen ook vrij hinderlijk zijn. Ik zelf spreek uit ervaring. De gewone regendaas wordt zelf niet groter dan 12 mm, wat ook wel in centimeter dus 1,2 centimeter is. Maar natuurlijk heb je soorten die een stuk groter kunnen worden. En een van deze soorten is de grijze runderdaas. Met een lengte van meer dan 2,5 centimeter is de grijze runderdaas een van de grootste dazen van ons land. Wel kan de soort verward worden met de bosknobbeldaas en de rosse knobbeldaas, omdat deze soorten bijna even groot zijn. Anders dan de goudoogdaas en de gewone regendaas richt de grijze runderdaas zich vooral op de wat grotere dieren zoals de koeien en runderen vooral, vandaar ook de naam natuurlijk grijze runderdaas. Heel soms zullen ze wel eens mensen last gevallen, ze hebben mij ook zelfs een paar keer last gevallen, maar het liefst houden ze het vooral bij runderen. Nou ja, de soort is ook vrij algemeen en heeft ook vooral een beetje behoefte aan dit soort habitat. Heel soms als je heel goed kijkt, dan kan hij ook bijvoorbeeld op houten hekjes gevonden worden, waar hij natuurlijk even zit te rusten of rustig in de rondte kijkt voor een andere prooi. Een stukje verderop komen we nog eentje tegen. Nou, deze zit zo te zien op een lantaarnpaal. Heel erg mooi. En zoals ik al van tevoren zei, is de soort ook vrij algemeen zo te zien. Nou, dit exemplaar is ietsjes kleiner zo te zien. Ik zou schatten, ik denk rond 1,5 centimeter, dus 1,5 centimeter. En deze zit ook gewoon lekker rustig op de lantaarnpaal te wachten. En ik denk als hij zo klaar is met rusten, dan gaat hij weer op zoek naar een prooi. Dat zal waarschijnlijk een kofferkoel zijn en ja. Als hij geen grote zoogdieren kan vinden, dan zal hij wel even de mensen of andere wandelaars proberen te steken. Wat ik sowieso merkte toen ik de grijze runderdaas aan het filmen was, is dat hij totaal niet geïnteresseerd in me was. Volgens mij was hij ook niet echt in een bui om te jagen. In ieder geval, hij zat daar gewoon lekker. Op een gegeven moment vloog hij zelfs weg toen ik net iets dichtbij kwam met de camera. Dus dat zegt ook wel gelijk iets over deze soorten. Sowieso zijn naast dat daar ze best wel irritant zijn, kunnen ze ook best wel mooi zijn. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld kijkt naar die ogen, joh, dat is toch prachtig. En zeker ook van de goudoogdaas of de beekgoudoogdaas. Weet je, je hebt zoveel verschillende soorten en sommige soorten zijn heel erg zeldzaam. En andere soorten zijn ook weer vrij algemeen. Bij de meeste dazen is het ook gewoon zo dat het de vrouwtjes zijn die steken en niet de mannetjes. Dat is vooral met name dus bij de goudoogdaas. Dan heb ik het over de gewone goudoogdaas, een vrij algemene soort. En ook zeg maar de gewone regendaas. Je hebt ook soorten waar het zowel het mannetje als het vrouwtje is. Maar die soorten zijn helaas hier weer vrij zeldzaam. Dus, maar goed, in ieder geval het was even leuk om deze soort te zien. Er stond wel een tijd op mijn lijst en beelden konden misschien iets beter, maar goed. Uiteindelijk moet je toch blij zijn met wat je hebt.